Ik ben Parisa. Omdat ik uit Afghanistan kom, was ik illegaal in Iran. Ik had geen identiteit. Dat betekent dat ik niet naar school mocht. Er was wel een geheime school die opgezet was door andere Afghaanse mensen. Daar ben ik ongeveer een week naartoe gegaan. Maar dat was eng. Het was in een oude fabriek die vies was. Er waren ratten rondliepen. We waren steeds bang om ontdekt te worden door mensen die ons zouden kunnen verraden. Nu kan ik wel leren en naar de school, net als andere mensen. Ik hoop dat iedereen ooit naar de school kan, ook mensen zonder identiteit. Ik hou van leren.